dat je kijkt naar KnutselTV. Ja, zelf haal ik altijd mijn inspiratie uit de magazines, tijdschriften. En dat scheur ik er dan uit, de artikelen, de plaatjes. Maar ja, waar laat je dat? Natuurlijk in een leuke knipseldoos. Die ga ik vandaag maken. Wat heb ik daarvoor nodig? Allereerst een doos. Ik heb leuke papiertjes nodig. Leuke stofjes. Oude restjespapier gebruik ik ook nog. Wat leuke applicaties. We hebben de plakstift nodig. En de alleslijm. Nou goed, ik moet wel de vorm van een knipselbak creëren. Dus wat ik ga doen is even een flinke hoek eruit knippen. Daar heb ik al even gekeken dat ik ongeveer tot de onderkant van dit blauwe stuk kom. Zie je dat? We moeten gaan insmeren. We moeten leuke papiertjes op de zijkant plakken. Het kan van alles zijn. Het kan stof zijn. Maar ja, dit vind ik hier mooi bijpassen. En daar heb ik voor nodig de alleslijm. Kijk, en die werkt op een fijne manier, want nou, een klein stukje dat je wil beplakken gebruik je deze. Maar als je hem draait, kun je ineens veel grotere stukken beplakken. Kijk, en het fijne aan deze lijm is dat wanneer je papier op papier plakt, het niet gaat rimpelen. En hoe komt dat nou? Er zit geen water in deze lijm. Dus dat is heel fijn. Nou, en plakken maar. Even zorgen dat hij een beetje recht is. Nou, naast allerlei knipsels heb ik ook losse rommeltjes in huis liggen. En dat kan ik natuurlijk bewaren in een saaie schoenendoos. Maar ik kan er ook een leuke opbergdoos van maken. Wat heb ik hiervoor nodig? Om te beginnen een schoenendoos, diverse stofjes, applicaties en ook ik gebruik de alleslijm. Nou, ik heb alvast wat stofjes uitgezocht en op maat geknipt. Dan ga ik deze op de doos lijmen. Nou, wat is heel erg belangrijk als je lijm gebruikt met stof, is dat je niet te veel lijm gebruikt. Want anders slaat het door de stof heen en dat ziet er niet zo mooi uit. Daarom ga ik de lijm eerst op de doos aanbrengen en span ik straks de stof eromheen. Hey, maar welke combinaties heb je gemaakt? Nou, ik heb blauw met roze. Oh, dat is mooi. Pas lekker niet bij elkaar, maar dat is juist leuk, toch? Ja, vind ik wel. Hey, dat is mooi geworden. Leuk, hè? Maar hij is nog niet helemaal klaar, want ik wil dat hij ook nog een beetje versierd is. Ik heb een poesieplaatje gevonden. Even mooi bijknippen. En die wil ik eigenlijk hierboven plakken. Lijmstift. Kijk, die is handig voor de details. Hey, maar dat is wel een leuk idee, zo'n versiering er nog op. Ik denk dat ik dat ook ga doen. Oh, dat is een goeie, ja. Nou, hier heb ik ook een bak met allemaal bloemetjes en zo, hè? Kijk, dit is hartstikke leuk. Dit is heel leuk. En ik had ook nog een paar reepjes vilt uitgeknipt. Kijk, en dan komt die bovenkant. Kijk, dan komt dit heel goed van pas. Dus die gaan we eventjes goed insmeren. Nou, die van mij is bijna klaar. Nou vind ik die lijntjes altijd niet zo mooi waar je de stoffen overloop ziet. Dus ik plak daar heel even een tapeje overheen. Goed aan. Nou, dat is een manier om dat op te lossen. Ja. En om het nog op te vrolijken, plak ik er ook nog een hele leuke bloem op. En dan is die af. Wat ga je er dan in doen? Ik ga er mijn knutselspullen in stoppen, want die liggen nu door het hele huis verspreid. Zo, ben jij blij met het eindresultaat? Even kijken. Ja, ik vind hem prachtig. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat daar al jouw knutselspullen in passen. Ik ben bang dat ik nog meer van deze doos bij moet maken als ik alles weg wil werken. Maar is wel leuk om te doen, toch? Ja, ik vind hem leuk geworden. En die van jou, les kijken? Ja, kijk eens. Te grappig. Leuk, hè? Zetten we weer een nieuwe aflevering van KnutselTV online, Anouk, met... Ja, schilderijtjes met sieraden. Heb jij zoveel sieraden dan? Ja, ik kom er al in om. Die ga je daarop plakken. Nou, ik ga iets anders tofs maken, namelijk dit schilderij waar je niet voor hoeft te schilderen en te tekenen. En als dit nou iets te kinderachtig is in de aflevering, ja, zie je een iets volwassenere versie.